live video starten. Hallo. Oké, we hebben nog geen kijkers. Dus dan wachten we even. Maar het is straks wel een beetje warm, het is nu wel wat koud, hè? Het is hier vrij fris. Met de warming up worden we goed warm vaak. Eens even kijken. Oh ja, we hebben al één kijker. Hallo. Hallo. Oh, twee kijkers al. Superleuk. Ben ik wel weer benieuwd of er ook de kinderen van de tillen bij zitten. Vier kijkers al. Ja, normaal geef ik dan les op de tillen, dus ik had ze weer even wat gestuurd. Hartstikke leuk. De kijkers lopen alweer op. Hoe is het met jullie allemaal? Gaat het goed? Ik ben wel even benieuwd wie er allemaal kijken. Dus zet maar weer even je naam eronder en misschien even je leeftijd. Ja, dan gaan we vandaag allemaal leuke dingen doen. Dus we beginnen straks even met een warming-up waar we goed warm bij worden. En dat doen we op muziek. En daarna doen we nog een bewegend leren spelletje. En dan aan het einde hebben we nog daarachter, en dat zie je straks beter, want dan doen we de lichten uit. Hebben we nog een ganzenbordspel. Dus we hebben een leuk programma volgens mij voor de boeg. Nou, kijk, de kijkers lopen al op. Hartstikke mooi. Nou, we wachten nog heel even. Voordat we beginnen zal ik nog even uitleggen wie ik ben. Want ik ben Berber en ik ben coach sport en bewegen bij Sportbedrijf Drachten. En ik geef ook gymlessen. En naast mij staat... Ik ben Richard, ik ben zweminstructeur van het zwembad en ik ga lekker Berber helpen. En jullie natuurlijk een hele leuke gymles doen. Ja, dus dan maken we er wat leuk van. Hoi Ruben, hartstikke leuk dat je meedoet. Kijk. Nou, het is ook 10:00, dus ik denk dat we wel kunnen starten. Zoek even een wat ruimte op in de woonkamer, of nou ja, zodat je ons wel kan zien. Want we gaan een warming-up doen op muziek. En probeer ons maar gewoon na te doen en dan word je vanzelf lekker warm. Ja? Dus ik zal even het muziekje opzoeken. En ja, Risha, ben je klaar voor? Ja. Ja? Leuk. Komt-ie. Oké, gaan we klappen. Straks in de bovenbenen.
geworden, dus ik hoop jullie thuis ook. Zeker. Nou kijk, ik zie nog steeds meer kijken. Ik kijk alweer 11, hartstikke leuk. Nou, gaan we door naar het volgende spelletje. En dat spelletje, dat is een bewegend leren spelletje. En bewegend leren, denken jullie vast, wat is dat? Maar we gaan bewegen en ondertussen gaan we ook wat leren, Richard. Ja, dus we gaan het even proberen. De eerste opdracht, dat is dat we allemaal een wc-rol moeten pakken en een kussen. Ja, dus je krijgt even 20 seconden de tijd om een wc-rol en een kussen te pakken. Ja, dan mag je gewoon heen rennen. Komt-ie! Nou, dat lukt op ons wel binnen 5 seconden bijna, hè? Ja. Wc-rol en een kussen. Ik hoop dat de kijkers thuis ook al is gelukt. Ik heb een wc-rol. Ja? Goed. Hé, dan komt de volgende oefening namelijk. Want we hebben nu een kussen en een wc-rol. En zoals je hier ziet, ligt er op de grond een H en een D. Dat is van de en van het. Nu moeten we kijken waar een kussen hoort. Hoort dat bij de kussen of hoort het bij het kussen? Ja, en dan mag je hem, dus als jullie kijken en jullie zien de het aan de rechterkant liggen, mag je hem daar neerleggen. En je ziet de aan de andere kant, dan leg je hem daar neer. Ja, dus ik ga eens even kijken. Een kussen, denk maar vast even na. Ik denk, de kussen? Klinkt niet echt goed, hè? Nee. Het kussen. Ja, dus leg ik het kussen bij de H neer. Mag ik dus aan de rechterkant neerleggen? Ik heb de wc-rol. De wc-rol. Ja. Oh, de. Ja. Hartstikke goed. Nou, hebben we dat alweer geleerd. Hey, nu gaan we eens even kijken, want nu gaan we een lepel en een boek pakken. Maar dit keer rennen we er niet heen, dit keer springen we er naartoe. Dus pak een lepel en een boek. Komt-ie, springen! Want ja, waar hoort een boek? Even kijken. Is het het boek? Of is het de boek? Een boek toch? Een boek? Daar kan een boek. Ja, kan ook. Ben benieuwd. Misschien hebben de kijkers hem thuis al ergens neergelegd. Leg maar, denk eerst zelf maar neer en leg hem maar vast ergens neer. Ik ga denk ik voor de boek. Het boek. Ik leg hem bij het neer. Klinkt wel beter, vind ik. Het boek. Ik heb een lepel. Waar is wat die bij me? Ja. Het lepel? Eet je ook altijd met het lepel? Het lepel? Het voor? Nee. Nee. Volgens mij niet. Zal ik eet yoghurt met de lepel. De lepel. Dus het is? De. Bij de D. Lopen maar naartoe. Yes. Goed. Dan kunnen we wel weer door naar de volgende. Want nu gaan we op zoek naar een bal. En we gaan op zoek naar een bakje. En een bakje, dat kan bijvoorbeeld een fruitbakje zijn of een broodbakje. Nu gaan we erheen huppelen. Kun je wel huppelen, Richard? Ik kan huppelen, ja. Nou, dan gaan we op zoek naar een bal en een bakje. Huppelen. Een bal of een bakje? Even zoeken, hoor. Ja, moeten we goed zoeken. Er zijn ook zoveel spulletjes te liggen, hè? Oh, nou, ik zie een bakje. Oh, je hebt een bal, zie ik al. Goed. Kijk, dit is ook een klein bakje. Er zit lekker paprika in. Want het is goed dat we heel veel fruit en groente eten. Hè? Is het de bakje of het bakje? Denk even na. Leg hem aan één kant neer. Dus of je legt hem rechts of je legt hem links. Ik ga voor de bakje. Ik ga voor het bakje. Dus ik huppel er weer naartoe. Had ik ook gedaan. Ja, hè? Ik heb een bal. Maar hoort de bal bij de... Of het. De of het. Geef mij eens het bal. Oh nee, dat klinkt niet echt, hè? Nee. Maar geef me de bal wel, toch? Ja. Ja. Nou, kijk hier, de bal. Dan leg ik hem dus aan de kant neer. Ja, dus dan legt hij hem aan de linkerkant neer. Keurig. Kijk, we gaan weer door. Het is tijd om een banaan of een appel te pakken. Kijk maar wat je in huis hebt. Okay. En stel nou, je hebt het niet in huis. Maakt niet uit, maar dan zoek je iets anders op en dan leg je dat aan één kant neer. Nou, wij gaan voor een banaan. En wij gaan voor een touwtje. Ja, en hoe gaan we daar naartoe?
Ik denk dat we nu wel kunnen hinkelen. Probeer maar te hinkelen. Ja? Een banaan en een touwtje. Kan iedereen hinkelen? Is op één been, hè? Ja, als je been moe is, zie je op de ander. Hinkel maar de voormaken. Ik heb wat op een banaan. Struikel niet over de banaan. Wat? Hinkelen door het huis heen. Wat heb jij, Richard? Ik heb een touwtje. Een touwtje, ja. Best groot touwtje. Een groot touwtje, ja. Het is niet echt een touwtje, meer een touw. Als je geen touwtje kan vinden, kun je ook nog een elastiekje misschien pakken. Kan ook. Zoiets als een haren. Maar hoort een touwtje nou bij de of bij het? Ja. Wat denk jij, Berber? De touwtje? Nou, ik kies denk ik toch weer voor het touwtje. Het touwtje? Ja, dat zou ik ook doen. Ja? Zullen we daar neerleggen? Nou, ik wil er maar naartoe. En ik heb een banaan. En nou, ik heb wel zin in deze banaan. En is het banaan? Het is de banaan. Dus ik ga hinkelen naar de. Goed. Ik kan hinkelen. Heel goed. Super. Dan gaan we eens even kijken wat we nu hebben. Oeh, het is tijd om een krant te zoeken. Dus misschien heeft je vader of moeder wel een krant. En nogmaals, als je het niet kan vinden in een huis, pak je maar een ander voorwerp. En dan kun je ook aan de linker of de rechterkant neerleggen. Maar wij gaan op zoek naar een krant en een spelletje. Ja, zouden we die hier wel hebben? We gaan eens even kijken. Nu gaan we op handen en voeten naar een krant en een spelletje. Ja, dus op je handen en voeten. Hier een spelletje. Is het de spelletje? Of is het spelletje? Denk maar even na en ik loop alvast rustiger naartoe. Ja. Oh nee, niet de spelletje, hè? Nee, volgens mij is het niet de spelletje. Of wel, jongens en meisjes? Volgens mij is het het spelletje. Het spelletje? Ja. Ja? En ik heb een krant. Is dat alles? Kennen jullie nog een krant? Wordt bij ons niet meer bezorgd. Nee? Nee? Oh, bij ons dan wel. Maar is het de krant of het krant? Hmm. Misschien moeten jullie even nadenken, maar ik denk dat ik het weet. Ja, leg hem maar aan de kant waar jij denkt waar die hoort. Ja, op handen en voeten. Volgens mij hoort die bij deze. De krant. Goed zo. Nou, hebben we nog maar twee hoepels te vullen volgens mij, hè? Een speltje hebben we bijna afgelopen. Ga snel door, want we hebben natuurlijk ook nog een heel leuk ander spel. En dat zien jullie al op de achtergrond. Eerst moeten we nog even een schoen zoeken en een shirt. Ja, daar mag je heel hard naartoe rennen. Dus een schoen en een shirt. Go! Ik heb al een schoen. Zo, rennen. En als je nog niet uitgerend bent, blijf even op de plaats rennen. Ja, blijf een beetje warm en kun je vast nadenken. Is het schoen? Of is het de schoen? Denk maar vast na en leg hem maar aan een kant neer. Ik ga zo kijken. Ik denk dat het... Nee, geen het, hè? Geen het, nee. Het is de schoen. Volgens mij is het de schoen. Ik heb het shirt. Hoort het shirt bij het of bij de? Even kijken hoor. De shirt. Even de shirt, nee. Nee. Nee, dan moet het dus het shirt zijn, denk ik. Het shirt vind ik een stuk beter. Leg maar snel neer. Kunnen we nu kijken voor een pen en voor een papiertje. Want als je een pen hebt, dan heb je vaak ook een papiertje. Ja, dus ga maar kijken en nu gaan we niet rennend. We hebben al springen gehad volgens mij. Huppelen, hinkelen. Nu gaan we kruipen, dus niet op ons handen en voeten, maar op ons handen en knieën. Kruipend naar een pen en een papiertje. Go! We gaan het zoeken. Even kijken. Ik heb een papiertje. Het papiertje of de papiertje?
Klinkt op zich beide wel oké. Ja. Maar er is toch eentje die beter klinkt. Ja. Leg hem maar vast ergens neer, voordat wij hem ergens neerleggen. Wat heb jij? Ik heb een pen. Is het de pen of het pen? Ik denk dat jij naar die kant toe kan en ik kan naar deze kant toe. Denk ik, hè? Wat denken jullie? Leg hem maar alvast ergens neer. Het pen of de pen? Het is het papiertje. Dus het en de pen. En de pen. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan hebben we hem al klaar. Dus dat is hartstikke mooi. Zijn we alweer een beetje warm en we hebben spelling zelfs geoefend. Dan is nu tijd om nog wat meer te bewegen, hè? Hey Richard, zou jij misschien het licht uit kunnen doen? Want dan kunnen wij kijken naar een ganzenbordspel. En dat gaat straks zo. We hebben straks een team Richard en een team Berber. Dus de meiden kunnen met mij meedoen. En de jongens, die mogen met Richard meedoen. Wij gaan dobbelen en dan gaan we vooruit in het ganzenbordspelletje. En dan gaan we natuurlijk kijken wie er straks als eerste is bij de finish. We dobbelen tegelijk. De meiden doen een oefeningetje met mij mee. En de jongens doen een oefeningetje met Richard mee. En dan gaan we kijken wie als eerste de finish bereikt, hè? De jongens natuurlijk. Nou, de jongens, dat moet ik eerst nog maar even zien, hoor. Ja, de jongens natuurlijk. Even kijken. Ja. Hey Richard, anders mag jij wel vast gooien. Zal ik alvast dobbelen? Ja, dan dobbel jij maar vast, dobbel ik na jou. Want ik denk eigenlijk dat ik wel jouw dobbelkunsten kan verslaan. Nou, dat is 2. Ja, dat moet wel lukken, hè? 2. Hey, dan kun je ook wel vast jouw pionnetje naar 2 plaatjes naar voren schuiven. Ga ik ook dobbelen. Hey meiden, wens me succes, hè? Komt-ie. 2. En 3! Mag ik 3 vooruit? Ah, dan sta jij voor. Yes, dan sta ik voor. Nou, kijken we vast even naar de oefening. Even kijken. 3. Oké, 2. Dat betekent dat de jongens 30 seconden lang gaan planken. Ja, dus dan kun jij in je hoofd de 30 tellen. En ik sta op, even kijken, wat had ik 3 gegooid, hè? Dan mogen wij 30 keer knieheffen. Ja, dus komt ie, de meiden doen met mij mee. En jullie gaan 30 seconden planken. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Helemaal recht, hè, met je rug. Kom op, Mauro, knie omhoog. En de laatste 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed. Goed gedaan, meiden. 5 seconden. De jongens nog 5 seconden, dus 5, 4, 3, 2, 1. Goed zo, Richard. Ja, dat is makkelijk voor ons, hoor. Had je nu beter gegooid? Komt-ie. Ja! Oh, 6. Meiden, wij hebben 6 gegooid. Komen. Ik doe ons snel 6 plekjes naar voren. De jongens hebben 4. Van beter als 2. 4, 5, 6. Even kijken hoor. Zo. 1, 2, 3, 4. Oh, meiden. Wij mogen gaan kaprollen in huis. Hé, en een kaprol hoeft niet een echte kaprol te zijn. Maar mag ook een boomstammeras zijn. Dus ik doe hem eens 1 keer voor. Ik hoop dat jullie mij hier goed zien. Dan kun je zo op je rug liggen. En dan mag je een rolletje zo opzij maken. En in totaal maken wij 3 rolletjes. En jongens, wat gaan jullie doen? Even kijken. Oké, wij gaan sprinten. Makkie voor de jongens natuurlijk. Ja, de jongens kunnen heel hard sprinten. En dat doen we vanaf de bank naar de eettafel. Ja. Is dat een idee? Leuk idee? Dat is een goed idee. Van de bank naar de eettafel. En je was bij 6, hè? Dus dan mag je 6 keer heen en weer sprinten voor de jongens. Ja? Ja, dat kunnen wij. En de meiden? Nou, wij kunnen misschien zelfs ook wel 6 kaprollen maken, hè? Ja, dus je mag ook een boomstamrol maken. Richard, ga jij daarachter, dan doe ik hier de rolletjes. Ja, helemaal goed. Ja? Oké, meiden, ben je er klaar voor? We maken 6 rollen, niet duizelig worden, hè? Komt-ie. Hey, jongens, ook, hè? 6 keer sprinten. Doe maar. 2, 3, 4, 5 en 6. Zo. Maar ja, gelukt. Kom op, Richard, hoeveel moet je nog? Dat is de laatste. Oh, de laatste. 6. En de jongens thuis ook van de eetkamer gerend naar, van de eettafel naar de bank gerend. Goed gedaan. Heel goed. En dan gaan we verder. Hé, hey, meiden, wij staan voor, hè? Woehoe! Ja, maar dan gaan we inhalen, jongens. Kom op. Ja, dat gaan jullie misschien inhalen. Oeh, dit is wel een hele goeie. 5. Goed bezig. Dan gaan we vast vooruit zitten. 1, 2,
5. Oeh. Hey meiden. Ik moet jullie een beetje teleurstellen. Ik heb 4 gegooid. Maar op zich nog steeds hoog, hè? Ik ga 4. 4. De jongens. Wij staan op plekje 11 en wij gaan 10 keer hinkelen. Dus 10 keer hinkelen op één been. Wat mag jij doen? Ja, ik ben benieuwd. Jullie gaan hinkelen, zei je, hè? Ja. Oh nee. Bij ons staat er, glijd terug naar 17. Even kijken. Oh, geluk bedoel ik. Niet oh nee, we hebben geluk. Kijk, we mogen met de glijbaan. Zie je dat? Het zwarte dingetje zit bij de glijbaan. En we mogen door naar nummertje 17. Dus hebben we ook nog geluk. Hey, bij nummertje 17 staat 45 seconden hinkelen. Dus op het ene been. En als die moe is, ga je op de andere. Ja? Doe ik de timer even aan. Dus hinkelen. Wij hoeven maar 10 keer, hè, met die jongens. Oh, dan hebben jullie geluk, hè. En dan, ik mag doorglijden, hè. Gaan we eens even kijken. Ik glij met de glijbaan. Staan de meisjes wel heel ver voor. Naar deze toe. En, nog beter gooien. Wij gaan hinkelen, dus ik zet de timer aan. Want wij gaan 45 seconden hinkelen. En wij 10 keer. Oh, 10 keer hebben jullie geluk. Ja, wij hebben geluk. Hey, en als je nog energie hebt als jongen, mag je wel met ons meedoen, hoor. Mag gewoon altijd meedoen, hè. Ook die hele 45 seconden. Kom, Siri, go. Hinkelen. Als je been moe wordt. Ga je op het andere been. En je mag ook zelf een rondje door het huis hinkelen. Als je maar blijft hinkelen. Op één been. Op het andere been. Hey jongens, we hoeven maar 10 keer, want we doen lekker mee. Oh, dat is aardig. Dat is leuk. Gaat goed, meiden. En de jongens die thuis ook meedoen, dat is leuk hoor. Ja, we moeten nog 15 grote tellen. Mag wisselen van voet, als die ene moe wordt. Ja. Nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En we zijn er. Goed. Hey, ik sta nu wel ver voor, hè? Ja. Gooi jij eerst maar. Heel veel geluk gehad, hè? Ja, ik heb echt geluk gehad. Kijken. Oeh, die radlijn, dat moet een goede zijn. Oeh, 4. Ja, netjes. Ga eens even kijken. Oh jee. Oeps. Wij gaan eerst 4 vooruit. 2. 1, 2, 3, 4. Oh, ja, oh, die gaat goed. Ik mag maar 2, maar hij komt wel dicht bij de finish. Ik weet alleen niet wat hier ook staat. Even kijken wat wij gaan doen, hoor. Oké, de jongens gaan 10 keer springen op hun plaats. Oh, 10 keer springen op de plaats? 10 keer springen op de plaats. Oh jee. Ja, het is zover. Meiden, wij hebben een hele zware. Dus probeer het vol te houden, want je gaat 15 keer een zit- en springoefeningetje doen. Ja? Dus je gaat zitten op je billen en daarna ga je staan en dan spring je de lucht in. Zo hoog dat je kan. En dat 15 keer. En het is zwaar hoor, dus probeer het vol te houden. Doe je 15 keer met mij mee? Succes meiden en de jongens? De jongens gaan 10 keer springen. Oh, lekker hebben jullie geluk hè? Ja, niet heel moeilijk. Oh, oké. Okay. Maar we staan ook een klein beetje achter. Ja, precies. Dus dat, Komt-ie, ja? Oké, gaan we beginnen. 1. En wij zitten. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. En 10. En 10. Heel goed gedaan jongens. Zijn jullie klaar? We zijn klaar. Wij moeten nog 5. Lukt het een beetje bij me? Ja, het lukt nog wel hoor. Maar de jongens mogen wel meedoen hè. Want hij is pittig. Dus ik ben benieuwd of jullie dat wel kunnen. Nou, ik ga de laatste 5 nog meedoen. Ja, komt hij zitten. En spring. Zitten. En spring. Zitten. En spring. Zitten nog 2 keer. En spring. En laatste. En zo hoog mogelijk. Boom. Goed. Dat was wel zwaar hoor. Oeh, die vond ik wel hoor. Ja. De meiden thuis denk ik ook wel. En de jongens die de 5 mee hebben gedaan. Oké. Oké, ik ga nog een keer gooien. Duimen jullie mee? Ik moet 2 gooien. Ja? Jongens, gooi eerst.
3. Oeh, die jongens 3. Oh ja, ja, jullie komen op dat hoekje, zie ik wel. Ja, gaan we verplaatsen. 2. 3. Oh jee, wat is het? Het is... Hey, Richard, je moet even kijken wat hier ligt. En kijk eens hoeveel ik moet gooien. 2. Oh, nee. Ik moest er zeker 3 gooien. Dat zijn jullie er nog niet. Nee, we zijn er nog niet, maar ik heb wel 2 gegooid. Dus we komen bij de laatste oefeningetje. Oké, de jongens, wij pakken een voorwerp. Je mag zelf weten wat het is, een bal, een banaan, een kussen. En die gaan we 5 keer omhoog gooien. Oké. Okay. Nou, netjes. Nee, de wc-rol, dat is leuk. Oh, de wc-rol, ja, die hebben de jongens. Die gooi je 5 keer omhoog en dan vang je hem, hè? Ja, goed zo. De jongens hebben thuis vast ook wel een wc-rol. Meiden. Mag je 5 keer doen? 5 keer. Meiden, wij gaan hinkelen. En dat gaan we 10 keer doen. Dus wat we kunnen doen is 5 keer op het ene been en 5 keer op het andere been. Ja? Komt ie, 3. 2, 1, go. Handen. 2. 1. 2. 3. Wij kunnen zelf nog een wat lach vaker. 5. Nou, goed zo. Heel goed gedaan, super. Oké, nou, nu moet ik wel echt nog 1 gooien, hoor. En dan zijn we er. En Richard, jij moet er 1, 2, 3, 4 gooien. 4. Ja, we gaan het zien. Wie gaat er winnen? Hoger dan 4. Come on. Ja. 5. En ik heb 2, dus dan zijn we er beide. Nou. Dan is het een gelijkspel. Dan is het een gelijkspel. Laten we snel een dingetje doen. Want wij hebben 1 en 2. We zijn er. En jullie hebben? 5. Dus 1, 2, 3, 4. Maar wij zijn er ook. 5. Nou, hartstikke goed. Dan is het een gelijkspel, dus dat is helemaal goed mooi. Goed ingelopen nog. Ja, en we zijn aan het einde ook echt wel warm geworden, hè, van die sit- en springoefening. Ben je nog niet warm genoeg, kun je hem altijd nog een keer doen. Voor nu zeggen we tot de volgende keer. Volgende week zijn we er gewoon weer met ons live lessen. En ik heb ook nog een leuk weetje, want volgende week hebben we het James Bond spel na schooltijd. En er staat wel een hele planning op ons Facebook en op ons site, want we hadden eerst de rollerdisco en vorige week hadden we Mario Kart, maar volgende week is het James Bond spel aan de beurt. Dus kijk even goed wanneer jouw wijk of dorp aan de beurt is en kom dan gezellig meedoen. Ja? Leuk, allemaal meedoen, hè? Allemaal meedoen. Hey. Heel leuk. En dan hebben we nog 1 laatste dingetje, want er hebben misschien ook kinderen die kijken meegedaan met de spionnenjacht. En de winnaars van de spionnenjacht, die worden vanmiddag bekendgemaakt via onze Facebook. Dus hou goed onze Facebook in de gaten, ja? Hey, en bedankt voor het meedoen. Ja, tot de volgende keer. Doeg.